Een trompe-l'œil is eigenlijk letterlijk vertaald een bedriegen van het oog. Dus dat is eigenlijk een gezichtsbedrog waarbij je iets schildert zodanig dat je op het eerste zicht niet echt ziet dat het geschilderd is, maar dat je dus denkt dat het echt is. Als het goed is, dan zie je dat de vloer eigenlijk gewoon doorloopt en dat de volledige muur weg is. Eddy van Hoef uit Tongeren is een van die vele lieden die voor het een studeerde, maar voor het ander koos. Sinds jaar en dag verdiept hij zich in het creëren van gigantische muurschilderingen, fresco's en mysterieuze trompe-l'œils, of de oogbedriegers. Toen ik een jaar of 6, 7 was, maakte ik al tekeningetjes die je bijna niet van foto's kon onderscheiden. En hoe komt dat zoiets? Ja, je begint eraan, je raakt daardoor gebiologeerd. Je vindt dat fantastisch dat je zoiets kan. Je weet ook niet hoe dat komt, dat je zoiets kan. Maar je doet dat wel. Ik heb een opleiding gehad als leraar. Dus ik heb leren lesgeven. Maar ik kan met de hand op mijn hart echt zeggen dat niemand mij echt heeft leren schilderen of tekenen. En dan heb ik een beetje gezocht naar schilderen als beroep. En uiteindelijk is dat maken van muurschilderingen toch aan de oppervlakte gekomen. En eens als je bezig bent en men weet dat, dan komen er meer opdrachten en daardoor is het dus echt een beroep geworden. Dit is een ontwerp voor een plafondschildering. En dat plafond is zomaar eventjes 13 meter lang en 7 meter breed. Dus als je daar met je neus op staat, dan zie je niks meer. Je moet gewoon je hoofd bewegen. Het is zo groot dat je dus niet tegelijkertijd naar één ding kan kijken. Dus je zoekt dat af en je komt bepaalde puntjes tegen waarvan je zegt, hey, dat is wel leuk, een leuk detail of zo. Maar dat wordt dan iets later wordt dat weer minder belangrijk. Dan vind je weer een ander detail. En zo blijft dat maar duren. En dan uiteindelijk kom je tot de constatatie dat al die aparte details toch een eenheid blijven. En dat biologeert je. Als een kunstwerk je echt biologeert, als je er wil blijven naar kijken, dan is het goed, denk ik. Het moet er ook echt uitzien. Ofwel moet het er... Ja, dat is een beetje een moeilijke zaak. Want... als het er heel echt uitziet, dan is het eigenlijk zinloos om zoiets te maken. Bouw het dan echt. Oh ja. Dat is hetzelfde met marmer en imitatie van materialen. Als je een marmer zo goed kan schilderen, dat hij er zo echt uitziet, ja, dan de enige reden kan zijn dat je het niet kan maken in marmer om zoiets te doen. Maar als hij er zo echt uitziet, ja, neem dan een echt stuk marmer, want dat zal waarschijnlijk ook wat goedkoper zijn. Ik wil wel dat die muurschilderingen, dat je er uiteindelijk, als je er wat beter naar kijkt, dat je toch ziet dat het eigenlijk wel geschilderd is. Dus het mag niet zo ver gaan dat je het helemaal niet meer ziet, want dan is het punt eigenlijk weg. Hè? Dan hoef je ook niks te schilderen eigenlijk, vind ik toch. Voilà, dat is de grootste opdracht die ik ooit heb uitgevoerd. Dus deze complete hal is tot op de laatste centimeter volledig beschilderd. Die was eerst helemaal wit. En het totaal is 236 vierkante meter schilderkunst. Jij kan geen witte muren meer zien. Je wilt altijd beschilderen, of niet? Heb je die neiging om altijd overal iets op te schilderen? Ik moet wel zeggen, ik kom soms in interieurs zo die... Maar ja, dat is een keuze die men maakt, hè, die zo heel sober zijn en zo. En dan vraag ik mij toch wel af of dat in de tijd dan nog wel leefbaar is. Ik ben wel ik ga wel de versiertour op, dat is wel duidelijk, ja. Ik denk wel dat je wat kilometers moet hebben in tekenen, ja. Je moet eigenlijk de vrees overvinden om het witte vlak, om daar uren voor te staan pikken en zo. Je moet eraan beginnen eigenlijk. Mm-hmm. En enige keer als je bezig bent, een beetje zoals een optreden waarschijnlijk, dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Want je weet dat je dat allemaal kan, je hebt er al voor dingen gedaan, dus waarom bang zijn om eraan te beginnen? Het is toch heel moeilijk wat je doet, hè? Het is moeilijk, ja. Het is moeilijk. Voor mij, ja, als ik nu echt eerlijk moet zijn, dan moet ik zeggen dat het voor mij niet echt moeilijk is. Omdat je talent hebt? Ja, waarschijnlijk. Ben je perfectionist? Ja, spijtig genoeg wel, ja. Hoezo? Ja, ik weet niet. Heel veel werk heb ik eraan natuurlijk. Als ik niet zo perfectionistisch zou zijn, zou ik er sneller van af zijn. Ben je in alles zo, Eddy? Ik denk het wel, ja. Ja. Dus, het past dus helemaal bij jouw persoonlijkheid. Ja, de mensen zeggen dat ook. Ze zeggen, ja zeg, uw penseeltjes liggen allemaal mooi klaar op een rijtje en zo. En als je s'avonds vertrekt, je ruimt alles op en zo. Dus dat zal er iets mee te maken hebben.
De overgrote meerderheid van opdrachten hebben wel met klassieke schoonheid te maken. Schoonheid in kunst is een beetje albollig, maar dat vind ik wel enorm belangrijk. Dus emotionele waarde van schoonheid. Wanneer teken je niet? Nooit. Ik ben altijd aan het tekenen. Ja, ik ben aan... Ja, dus continu. Kan je het nog missen? Missen? Ja, het is mijn beroep geworden, dus beroepsmatig wil ik niks anders doen, dat is duidelijk. Maar ik zou dat eigenlijk niet tekenen en zo zou ik niet kunnen missen, hoor. Nee, nee, want dat zou een beetje een soort van ramp zijn als ik dat niet meer zou kunnen doen, hè. Nee, absoluut niet. Dus ik blijf werken tot ik ofwel geen vingers meer heb of zo, of totdat ik het niet meer kan, fysisch.